Hey, is het je wel eens opgevallen dat vrijwel alle mensen op 17e-eeuwse portretten dezelfde kleding dragen? Kijk maar. Een zwart pakkie, een grote witte kraag, soms een hoed en de combinatie van zo'n lekkere snor met een sik. Je krijgt de indruk dat er in die tijd geen andere kleding bestond. Maar dat is natuurlijk niet waar. De mannen en vrouwen op deze portretten komen allemaal uit dezelfde klasse. We noemen deze mensen regenten. Zij waren de Nederlandse elite in de 17e eeuw. Het waren niet alleen steenrijke kooplieden, maar ook de bestuurders van de steden, de provincies, van de republiek als geheel en van allerlei maatschappelijke instellingen. Als je nu wel eens zorgen maakt over de invloed van het bedrijfsleven op de politiek, dan zou de Gouden Eeuw wat dat betreft een totale nachtmerrie zijn. Nu we het toch over hedendaagse politiek hebben, als je naar politici van nu kijkt, valt toch ook wel op dat de meeste mannelijke politici doorgaans een donker pak met een licht overhemd hebben. Ergens lijkt dat wel een beetje op die regentenkostuums. Terug naar de regenten. De smaak en mode van de vroegmoderne tijd veranderde natuurlijk en verschilde van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. Wat we zien als we naar deze 17e-eeuwse portretten kijken, is de smaak van de hogere klasse uit de Nederlandse steden. Maar waar kwam die smaak vandaan? Om te beginnen was deze stijl ontstaan aan het hof van de Spaanse koning. De streng gelovige katholieke koning Philips II hechtte aan sobere, bescheiden kleding. Hij vond dat mensen zich niet te uitbundig moesten kleden, want dat was ijdelheid. En ijdelheid was een grote zonde. Ondanks de enorme verschillen tussen het katholicisme en het protestantisme, konden Nederlandse predikanten zich best wel vinden in deze opvatting van koning Philips II. Het zwarte kostuum straalde ten tweede ook een bepaalde statigheid uit. Daarmee kon men zich afzetten tegen de al te zwierige, kleurrijke klederdracht van de Franse en andere Europese adel. Nee, de Nederlandse koopman was serieus, betrouwbaar en pretentieloos. Dat moest dit zwarte pak uitstralen. Een calvinistische dominee verwoordde het als volgt. Daar zijn rijke en de machtige kooplieden. Zij zouden kunnen gaan als vorsten gekleed, maar ze doen wijselijk dat zij zich houden aan de koopluidendracht. Het is niet de beurzen, maar de staat welk de mate moet stellen aan de kleding. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat men zich moest kleden op basis van positie en niet op basis van de portemonnee. Dat wil niet zeggen dat de regenten hun kleding kochten bij de 17e-eeuwse Primark. Integendeel, zwarte kleding was niet makkelijk om te maken. Door het gebruik van chique stoffen zoals fluweel en zijde waren die kostuums ook niet bepaald goedkoop. En neem bijvoorbeeld de plooikraag, die een tijdje populair was. Het was een ingewikkeld en tijdrovend proces om er eentje te maken. Dat was ook niet heel functioneel, maar je kon er wel mee uitstralen dat je geen zware fysieke arbeid hoefde te verrichten. De stadse mode van de regenten verschilde dus nadrukkelijk van die van de lagere klasse en zeker van de kleding van het platteland. Maar ook de kinderen van de regenten droegen kleurrijke kleding. Toch wordt ons beeld van de 17e eeuw gekleurd door degenen die het zich konden veroorloven zich te laten portretteren. De burgercultuur van de Nederlandse Republiek werd dan ook sterk beïnvloed door deze kapitaalkrachtige kooplui/bestuurders uit de grote steden. Meer dan alle andere inwoners van de Republiek hebben zij hun stempel gedrukt op de cultuur. Hun smaak is nog altijd beeldbepalend voor onze voorstelling van de Gouden Eeuw. Dat wil niet zeggen dat er geen andere smaken waren, maar door de sociale omstandigheden en de machtsverhoudingen van die tijd spelen die een veel minder grote rol. En dat leert ons hoe geschiedenis toch meestal wordt geschreven door winnaars. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Laat wat weten in de reacties en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal.